Een hele goede morgen, jongens. Morgen. Ik wil eigenlijk gewoon meteen toch maar beginnen om te vragen hoe het is om dit stuk te spelen. Voordat ik alle andere dingen ga vragen. Gerard, hoe ervaar jij het om dit stuk, derde deel van de tweede pianotour van Shostakovich, om dat te spelen? Het is voor ons, denk ik, als trio is het een vrij bijzonder stuk, omdat wij... Het was een van de eerdere stukken die wij hebben geleerd. We hebben inmiddels toch veel gespeeld en dit was een van de eerdere stukken. En ik denk wat we vanaf het begin hebben ervaren is dat... er zit zo'n kracht in deze muziek. Of het nou in het langzame deel is waar die kracht helemaal verstild is, of dat het later in de andere delen is waar die kracht veel meer explosief is. Mm. Het stuk is geschreven in een hele moeilijke periode van onze geschiedenis. En de manier waarop Shostakovich daar uitdrukking aan geeft, is meesterlijk. Mm-hmm. En als je dat zeg maar hoort als luisteraar, voor zover je het kan scheiden natuurlijk. Mm-hmm. Dan hoor je een bepaalde emotie, een bepaalde lading. Als je het gaat spelen, is dat dan anders? Ontdek jij dan, omdat je ziet wat je speelt, heeft het misschien wel anders bedoeld? Of ik zie hier een keuze die misschien wat anders verraadt. Nou, de muziek van Shostakovich is eigenlijk bijzondere muziek. Want vaak is er een bepaalde emotie op de voorgrond. Maar zijn er misschien andere emoties zitten daar nog achter. Mm. Het is misschien muziek die die verschillende lagen heeft tegelijkertijd. En nooit helemaal te doorgronden is wat precies Shostakovich... misschien bedoeld. En ook in dit trio, er zijn bepaalde gedeeltes zijn ontzettend uitbundig. Mm-hmm. Maar die werken dan juist heel benauwend. Het is een hele aparte wisselwerking tussen die emoties. Ja. Jullie zijn in 2013 bij elkaar gekomen. Hè? Jullie studeerden in Salzburg. Oostenrijk, ja. Ja. En jullie wilden je verdiepen in kamermuziek. En zijn zo inderdaad dan ook bij Shostakovich gekomen. Maar even, wat maakt die kamermuziek zo mysterieus? Ik denk voor ons alle drie, wat we heel erg proberen te zoeken in die kamermuziek, is dat een bepaalde intimiteit in het spelen. Je hebt zoveel mogelijkheden. Je kent elkaar als je 4 jaar samenspeelt. Je kent elkaar ook door en door. En zowel voor het publiek als voor onszelf... heb je dan heel veel mogelijkheden om uit te kiezen op het podium. Ja. Terug even naar Shostakovich. Ja, je had het net al een beetje over hoe het is om te spelen. In welke tijd leefde hij? En klopt een beetje zijn leven ook met de emoties die je terughoort in zijn muziek? Mm-hmm. Nou, Shostakovich had in de Sovjet-tijd, hij had altijd een bepaalde struggle met het regime. En dat hoor je ook veel in zijn muziek. Dat misschien door sommige mensen in het Sovjetgebied dat de muziek anders werd geïnterpreteerd misschien als hij het bedoeld had. Misschien had hij het bedoeld als kritiek op het regime. Mm. Dit stuk dan geschreven in 1944. Mm-hmm. Wat schrijf je in 1944? Als de mensheid zulke moeilijke momenten beleeft, wat voor muziek schrijf je dan? En deze muziek, op de een of andere manier spreekt dat toch, ook al is het nog zo desperate soms, daar spreekt toch soms spreekt dat troost uit. Oh, mooi. Jullie spelen ook nog 2 werken op deze plaat, hè? The Mirror with 3 Faces. 2 werken van Lea Auerbach. Mm-hmm. Ook een Russische componist, helemaal niet zo oud. Jullie kennen haar ook. Wat is een beetje de link tussen Auerbach en Shostakovich? De link tussen de twee stukken is dat ze allebei uit de Russische traditie voort zijn gekomen. Ja. Lera is nog jong, mid 40. We hebben haar leren kennen in New York toen we daar haar stuk speelden op een festival. Toen heb ik haar op Facebook geschreven. Kijk. Toen heb ik gezegd, we zijn hier en we spelen heel graag jouw muziek. En zouden we jou misschien kunnen ontmoeten? Mm-hmm. En toen schreef ze eigenlijk vrijwel direct terug van, ja, wat leuk, kom maar langs morgenmiddag. Ze hebben het toen gedaan, hebben haar
eerste pianotrio voor haar gespeeld en met haar eraan gewerkt. En ja, dat is natuurlijk een fantastische mogelijkheid om dat te kunnen doen met een componist. En speelt zij ook zelf veel van Shostakovich? Of herkent zij van, ja, dit is wel ook een voorbeeld voor mij? Ja, zij stamt wel echt uit die traditie, maar ze heeft toch ook heel erg haar eigen taal ontwikkeld. Ook, ze wordt vaak vergeleken met Schnitke en Shostakovich. Het is een beetje in een hoekje geplaatst, maar natuurlijk heeft ze heel erg haar eigen taal ook ontwikkeld met de tijd. Maar, en heeft ze met jullie ook gewerkt? Aan dit album. Weet ze ervan dat haar stuk... Ja, zeker. Zeker. We hebben nog, wat we dan vaak deden, want ze toen nog in New York woonde, was gewoon opname opsturen. En dan kregen we een lijst met ideeën terug, zeg maar. Ah, leuk. Dus ze is er nauw bij betrokken geweest. En we hopen voor de toekomst ook nog meer met haar samen te werken. Ja. Dus, Wat is het volgende stuk? Stuk is het vierde deel uit haar tweede pianotrio. Dat tweede pianotrio is ook waar de titel van de cd The Mirror with Three Faces op geïnspireerd is. Mm-hmm. Dat trio heet This Mirror Has Three Faces. Mm-hmm. Het is waar moeten we op letten? Een heel bijzonder stuk. Wat misschien het leukste is om op te letten is de interactie. Mm-hmm. Het is geen stuk waarin de drie spelers soort van harmonisch het continu met elkaar eens zijn en muziek maken. Het is echt, wij zijn echt drie individuen die elkaar af en toe flink te lijf gaan. Ah, we gaan naar jullie kijken. Dank jullie wel. Delta Piano Trio.